Yo, Vaku Gamers, Lars hier en welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van Minecraft Survival, hier op Vaku Games Reloaded. En jongens, we treffen elkaar op dit moment diep onder de grond. Daar zit ik natuurlijk niet zomaar, want ik heb vandaag een heel duidelijk doel in mijn leven. Ik wil er vandaag met jullie voor gaan zorgen dat we een full power beacon kunnen krijgen. En hoe kunnen we dat voor elkaar boksen? Door ongeveer 80 à 85 iron te vinden. En dan kijk ik een klein beetje om me heen in deze kamer en er zit best wel het een en ander aan iron hier verstopt. Dat kunnen we natuurlijk allemaal mooi meenemen. Nou heb ik wel een klein beetje een probleem. Namelijk, mijn Fortune Pickaxe is bijna naar zijn graf daffers. En we kunnen hem beide niet meer repareren. Dat wordt gewoon simpelweg veel te duur voor alle levels die we hebben. Dus we moeten deze Fortune Pickaxe echt alleen gaan inzetten op het moment dat we daadwerkelijk wat iron vinden, zoals hier. Dan kan ik hem prima nog eventjes een klein beetje gebruiken. Let's op, hoppatee. Kijk eens even kiekjes aan. Dat is al 7. Maar voor de rest, als ik gewoon iets normaals weg moet hakken, dan pakken we dat gewoon even met onze gewone pickaxe. Want ja, hey, ik wil die Fortune Pickaxe eigenlijk zo lang mogelijk bewaren. Want ja, elke keer als ik Fortune nodig heb, dan heb ik het wel nodig, natuurlijk. Al is het natuurlijk ook best wel mogelijk om binnenkort gewoon een andere Fortune Pickaxe te fixen. Dat snap ik zelf ook wel. Maar ja, tot die tijd hebben we nog geen andere. En tot we geen andere hebben, moeten we het hier ook eventjes daadwerkelijk mee doen. Het is niet anders. Nood breekt wet, zegt dan. En weet je, deze Fortune Pickaxe moet kijken. We zitten nu al op 36. Het schiet al aardig op. Dat is maar eentje, dat is een beetje jammer. Maar het is te doen. Laten we het daarop houden. Het is te doen, het is niet zo moeilijk. En als we dat voor elkaar hebben, jongens, dan heb ik gewoon voor het allereerst... Oh, wacht, dat zouden we met deze doen. Dan heb ik gewoon voor het allereerst in mijn hele Minecraft-leventje een full-powered beacon gefixt. Heb ik nog nooit voor elkaar weten te boksen, dus dan ben ik best wel een beetje trots op mezelf. Als jullie ook een beetje trots zijn op de Vaku en zijn vorderingen de afgelopen tijd, smash dan even een like op deze video als je dat nog niet gedaan hebt. Want ik heb goede hoop, jongens, dat we met deze full-powered beacon in ieder geval weer iets nieuws hebben. Wat ik nog nooit voor elkaar heb weten te krijgen. Dat is toch ook wel weer eens een keertje leuk, toch? Hoeveel was dat? Hier nog eentje. Kijk eens even aan. 57 zitten we al op. Ach jongens, het gaat eigenlijk best wel vlot. Ik had stiekem gedacht dat we hier wel een minuutje of 10 mee bezig zouden zijn. Maar het is helemaal niet zo. En dat betekent dat we zo meteen weer naar boven kunnen gaan om de boel om te smelten. En met een beetje mazzel hebben we dan vandaag ook echt daadwerkelijk een beacon in huis. Hoe tof zou dat zijn? Alleen, welke kant gaan we nou op? Deze kant loopt dood. Dat schiet ook lekker op. Hier dan deze kant op. Dit donkere tunneltje, jongen. Ziet er niet echt heel veilig uit. Maar dat maakt niet uit. Ik ben een dappere strijder. Het maakt me niet uit of dat iets te veilig uitziet. Als een echte strijder ben ik nergens bang voor. Al heb ik geen armor aan. Dat is dan weer niet zo heel erg slim. Oké, help eventjes, jongens. Als ik zo meteen boven ben, help me herinneren. Vaku, trek armor aan. Anders heb ik zo meteen 87 van die dingen. En dan ben ik alsnog dood. Daar zit ik ook niet echt op te wachten. Hier is een hele grote kamer. Och, jummer. Dat is diep. Ah, dat is een grote kamer. Oh, hier ben ik al een keertje eerder geweest. Want er is kobbel. Oké, okay, dan ga ik niet die kant op. Dan ga ik gewoon lekker... Hoeveel XP krijg je als ik dit voor elkaar krijg? Krijg ik daar genoeg mee om level 30 te halen? Dat zal wel weer niet. Ik krijg hier wel lekker wat kool. Oh, shizzle. Snel potverdorie. Hoeveel kool krijg je van? Oh, hey daar. Nice. Oké, okay, ik hoor enge beesten. Daar word ik niet blij van. Ik hou niet van enge beesten. Oh, wacht, we hebben hier ook nog 10. Oh, man, wat loop ik nou een partij moeilijk te doen. Dan hebben we er al 74. Dan hoeven we er nog maar een stuk of 10. En dan zou je zien, die 10 die zijn nergens te vinden. Dat ga je echt meemaken. Overal vind je iron, behalve op het moment dat je het nodig hebt. Dan vind je het nergens. Daar kom ik vandaan, dus ik moet deze kant op. En dan gaan we gewoon die andere kant op wandelen. Oh, kijk, dit ding. Ik heb het hier niet neergezet. Ik zou oprecht niet weten wie het dan wel geweest is. Want ik zit best wel redelijk diep onder de grond. Dus ik gok zomaar dat hier geen Enderman heen is gewandeld. En als dat wel zo is, dan is hij aardig diep onder de grond een keer gegaan, die Enderman. Zullen we hier naar beneden duiken? Ja, waarom ook niet? Kijk, ik hoor ze wel. Ze zitten hier in de buurt. Ik hoor allerlei ongure types. Oké, okay, daar is nog een beetje. Oké, okay, het zijn er 2. Het is niet veel, maar het is iets. En alle... Oh, maar kijk, joh, hoeveel willen we er hebben? Je kunt het snel opscheppen, joh. Het ligt hier voor het oprapen. Wat een idee. Dan hebben we er nu 88. Dat zou volgens mijn zeer geweldige berekeningen voldoende moeten zijn. Maar dan zal ik wel weer niet goed geteld hebben. Dus misschien moeten we er nog een paar bij fixen. Oh, please, hou op. Help. Oh, wacht, we kunnen trouwens... Nee, dat kunnen we niet. Ik dacht, ik ga op de kaart kijken. Oh, wacht, dat kan ik wel. Kijk. Er zit hier een compleet gangenstelsel achter namelijk. En ik ben echt totaal de ingang kwijt. Ik heb geen idee meer welke kant ik op moet. Ach ja, maakt het uit. We gaan gewoon deze kant op. Misschien komen we nog wat iron tegen. Want we zitten nog wel... Ah, kijk eens aan. Ik wou zeggen. Hey, kist. Nice. We zitten namelijk... Hey, nou. Hey, hoe wil je het hebben? Compleet ding.
Mooi. Ik wil zeggen, we zitten namelijk nog wel ergens een beetje op het gebied waar vroeger in 1.2... Hey, hi, maat. Wil je even dood of zo? Waar ooit eens een keertje, toen ik deze wereld genereerde... Oh, scheisse, daar zit een skeleton, daar heb ik geen zin in. En dat is echt meer dan 10 jaar geleden. Toen spawnde hier natuurlijk nog vet veel iron. Dat was allemaal nog op deze diepte. Tegenwoordig, als je een nieuwe wereld genereert, is dat ondertussen al lang niet meer zo. Dan krijg je tegenwoordig allemaal andere verdelingen. Allemaal andere ore distributions, zoals ze dat allemaal hip noemen tegenwoordig. Maar ja, toen zat het hier nog gewoon allemaal. En dat is wel het mazzel dat ik mijn oude wereld in een nieuwe wereld geplakt heb. Dat ik stiekem nog een klein beetje kan profiteren van alle oude oorgeneraties die er ooit geweest zijn. Dat maakt mijn leven een heel stuk makkelijker, want tegenwoordig is het oor zoeken. Het iron zoeken is best lastig. Begreep ik uit allerlei mooie internetverhalen. Tegenwoordig schijnt het allemaal heel ingewikkeld te zijn met air exposure. En dan moet je op bepaalde dieptes en dan sommige biomes wel, sommige biomes niet. Dat maakt het allemaal veel te ingewikkeld, man. Vroeger ging je gewoon een grot in en daar lag iron. Dat weet ik nog wel heel erg goed. En daarom ben ik heel blij dat al die diepe grotten hier... Dat al die diepe grotten er nog gewoon zijn. Maakt mijn leven een stuk simpeler, kan ik je vertellen. Dit is dan weer niet even heel erg fijn. Ik wil graag naar boven. Mag dat? Wacht even, even kijken of deze oude truc nog werkt. Oh, jee! Oké, dat werkt ook nog steeds. Nice. Hop. Hoppakee. En dan deze. Huppatep. Kijk, dat werkt gewoon nog. En dan scheppen we die laatste wel gewoon weg. Want we zitten ondertussen op 51. Dat is nog wel even te diep. Maar ik hoor wel waterstromen, dus je zou zeggen dat we bijna bij de oppervlakte zijn. Want we zitten in de Windswept Hills. Nou, daar zit ik echt vlak onder mijn oude huisje. Dan vinden we vanzelf ergens een keertje een oude gat. Een oude grot die ik ooit een keertje ergens gevonden heb. Een oude godgrat. Oh, levensgevaarlijk. Nog even, ik word levend begraven. Onder mijn eigen huis. Dat is ook niet helemaal de bedoeling. Dan heb je zoveel afleveringen gehaald, ga je dood onder je eigen huis. Dat zal wel een beetje heel erg cru zijn. Kijk, er zit gewoon hout. Dus waar ben ik? Geen idee waar ik hier nou weer tevoorschijn kom. Ik denk onder mijn opslagruimte. Denk ik. Waar is dit? Hallo? Oh, hier! Oh, kijk, dat is hier, joh. Nou, prachtig. Oké, ik zeg, doen we die. Hoppakee, zo, niemand heeft wat gezien. Niemand die iets opgevallen is. Wij gaan deze toko even in de blast furnace stoppen. Want dat gaat lekker snel. Dus dan stoppen we... Waar is mijn blast furnace? Hier ergens, geloof ik. Ja. Hoppakee, dan zeggen we deze doen we in de blast furnace. Kijken of dat extra snel gaat. Och, dat gaat lekker. Dat gaat lekker. Dat even tempo er goed in. Dat is mooi. Dan stoppen we deze verspreid over deze dingen. Even kijken. Kijk, hier zit een beetje, maar dat is niet genoeg. Dus dan stoppen we poem, 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 poem. 8. Dan zeggen we, doen we daar ook achterin. Zo, dat is veel te veel natuurlijk. Ik weet het, maar toch. Hoppakee, we moeten het een beetje verdelen. We hebben toch kool zat. Kan je het schelen? Ik kan al mijn kool toch niet opmaken in deze wereld. Dus we doen gewoon een beetje hier. Dan is de helft een beetje daar. Zo... Huppatee, dan duurt het ook niet zo knijterlang voordat alles gesmolten is. En dan kunnen we binnen een beetje redelijke tijd die beacon tot full power brengen. En dan hebben we, als ik alles goed bedacht heb, 2 advancements in 1 video. Dat zou toch moeten lukken? Want dan hebben we en een beacon geplaatst en hij is op full power. Nou, hoe vaak ga je dat meemaken in je Minecraft-leventje bij de Vaco? Niet al te veel waarschijnlijk. Ah, stoppen we dat er ook maar gewoon in. Zo, huppatee. Dan kan ik deze vast omzetten in een iron blok. Hup, 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 hup. Bam, dat is er weer eentje. En het iron gaat eigenlijk best wel vlot. Je zou er natuurlijk nog steeds voor kunnen kiezen om een complete iron beacon te maken. Maar dat vind ik eigenlijk niet spannend genoeg. Dus we moeten binnenkort dan sowieso wat extra diamonds hebben. Om de rest van die beacon ook echt een diamond level te maken. En dan moeten we ook nog een stuk of 6 emerald blocks zien te fixen. Hoe gaan we dat nou weer doen? Dan denk ik dat het meest nuttig is om een villager te zoeken en daarmee te gaan ruilen. Want volgens mij geven villagers best wel wat emeralds. En ik heb natuurlijk in deze kist redelijk wat troep liggen waar ik never nooit meer wat mee doe. Dus dan zou ik die hartstikke goed kunnen ruilen met een villager. Dan is hij blij, ik blij, want ik heb emeralds. En dan hebben we 4 verschillende lagen in de beacon. Een iron laag, een diamond laag, een gold laag en wat hebben we dan nog meer? Een emerald laag. Nou, dat is toch wel tof. Of niet? Als jullie dat niet tof vinden, dan weet ik niet wat jullie wel tof vinden. Hoppakee, allemaal bij de Vaco. Komt u maar op, laatste beetje. Zo, kom maar. Hoppakee, hier nog een beetje. Deze nog een beetje. Nou, eens even kijken. 60. Hoeveel kunnen we er daarmee maken? Hoep, 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 hoep. 6. Plus 1 is 7. En hier hebben we ook nog een paar, geloof ik. Daar is 1.
dus kunnen we er nog 8 maken. Heb ik nou eigenlijk wel geteld? Voor mij kom ik er nu 1 of 2 tekort. Dat zou wel vrij typisch zijn. Als ik weer fout geteld heb. Dat zijn er 9. Laten we gewoon eens even kijken. Misschien heb ik wel goed geteld. Het zou me verbazen als ik mezelf in 1 keer goed gedaan heb. Maar je kan het altijd hopen. Ik ga eerst slapen. Geen zin in creepers en andere ongure types. Zeker als ik geen armor aan heb. En al helemaal niet op mijn dure bouwwerk. Want ik gok zomaar dat het duurste is wat ik ooit in mijn hele Minecraft leven gebouwd heb. Niet dat ik sowieso ooit diamond blokken gebruikt heb. Want ik kan me niet herinneren, en verbeter me vooral als dat wel zo is, dat ik ooit iets met diamond blokken gebouwd heb. Of iets met emerald blokken. Met goudblokken natuurlijk wel, want we hebben het complete standbeeld van de heilige kip met goud gemaakt. Die had ik trouwens ook kunnen gebruiken. Nee, dat had niet gekund. Dat had niet gekund, Vaco. Je kan niet zomaar het standbeeld van de heilige kip slopen, omdat je een beetje goud tekort komt. Dat is niet de bedoeling. Deze kunnen we dan hier in het midden doen. Daar zie je, kom ik toch tekort. Ik heb gewoon niet goed geteld. Het is toch echt bizar. Hoe moeilijk is tellen? Ik moet nog 9. Plus 4 keer 9 is 36. Ik moet nog 45 iron hebben. 45. Ik kan ook echt niet tellen. Het is toch schandalig ook. Hoe kom ik nou weer aan 45 iron? Ja, de enige manier die ik zou kunnen bedenken is morgen weer onder de grond te gaan. Maar dan worden de video's ook niet spannender van natuurlijk, hè. Ja, hé, wat moet dat moet, hè. Wat moet dat moet. Ik ga eerst eens kijken of dat ik nu toevallig nog ergens... Oh, wacht, ik had toch een beetje. Wacht even, ik had hier nog in de kist liggen. Wacht even, kijk hier. Oké, het is niet veel, maar 1 blok of gold. Nou, vooruit, I'll take it. Is er echt nergens nog iets van iron dat ik per ongeluk heb laten liggen? Waarvan ik zoiets had, hey... Haha, golden apple. Wacht eens even. Jou vind ik. Ja, ik kan mooi hier in de kist. Huppakee. Is er nou nergens in die kisten nog een beetje troep over waarvan je zegt dat heb je nooit gebruikt, Vaco? Dit is glowstone dust. Ik kom ook 2 diamonds tekort voor een diamond blok. Dit zou bijna een emerald blok kunnen zijn. Werkt het ook met blokken koper? Werkt dat ook? Daar heb ik ook echt ziek veel van namelijk. Voor de rest denk ik dat ik gewoon de shark ben en dat ik echt te weinig spullen heb. Dat denk ik echt. Heb ik het hier toevallig nog ergens in zitten? Nope. Daar nog eentje. Nou, ik ben echt officieel de Sjaak. Ik kan gewoon echt niet tellen. Het is dramatisch. Ik kan dit ene goudblokje er nog bij doen. Maar dat houdt het op. Dus dat betekent, en dat is een hele slechte conclusie om te moeten trekken, dat ik morgen weer onder de grond op zoek moet naar iron. Of goud, dat mag... Oeh, wacht eens even. Goud, zeg ik in 1 keer. Kan ik niet gewoon veel beter naar de Nether gaan om daar goud te hakken? Gaat dat niet vele malen sneller? Daar ga ik eens even serieus over nadenken. Volgens mij gaat dat vele malen sneller namelijk. Want ik heb dan, hoppakee, hier nog een blokje goud. Dan moet ik nog 4 blokken hebben. 4 blokken, ja. Of iron ingots, dat kan ook natuurlijk. Nee, het is allemaal te ingewikkeld. Weet je wat ik ga doen? Ik ga er nog eens even een nachtje goed over slapen. Dat is wat ik ga doen. Al weet ik wel dat mijn beacon bijna klaar is. En ja, er zit even uitstel op. Ik kan er niks aan doen. Het is een soort leveringsprobleem. Daar hebben alle bedrijven last van tegenwoordig. Dus Vaco Games ook. Ik heb gewoon even problemen met mijn levering. Ik heb leveringsproblemen. Ik ga mijn best doen om morgen die beacon compleet aan jullie af te leveren. We kunnen natuurlijk ook gewoon hier onder de grond gaan. Laten we dat morgen doen. We gaan morgen een grote mijn in. En dan hoop ik morgen een volledig operationele beacon op maximale power te hebben. Dat is wat ik hoop. En als dat niet zo is, ja, dan moeten we het verder... Nee, dat gaan we niet doen. We gaan niet verder uitstellen. Morgen volledig operationele beacon. Maar voor nu zeg ik tegen jullie bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. Abonneer op Vaco Games Reloaded als je dat nog niet gedaan hebt. En er is een varken ontsnapt. Mazzel!